What is up YouTube? Welkom terug allemaal, van harte welkom bij mijn aflevering 11 van Assassin's Creed Rogue Remastered. In deze aflevering 11 spelen we nog steeds op de oude settings. Het is op dit moment zondag en het is nog steeds eigenlijk Pasen. En ik krijg dus mijn nieuwe capture apparatuur waar ik de vorige aflevering vol lof over sprak. Krijg ik aankomende dinsdag binnen. En dan moet ik het dus gaan installeren en shit. En het is echt een interne capture card voor in mijn PC. Dus het wordt een beetje aanklooien. Maar elke keer, omdat ik natuurlijk zoveel pauzes tussen afleveringen gooi, zal ik jullie gewoon in het klein updaten over hoe het ervoor staat. En wanneer we daadwerkelijk zijn overgegaan op de nieuwe settings en de nieuwe apparatuur. En dan kijken we dus waarschijnlijk... Waarschijnlijk zal ik deze serie in 1440p uploaden. Dus in plaats van 1080p wordt het dan 1440p. Dat is dus eigenlijk gewoon 2K. Deze serie is onnodig in 4K. Daar is de game niet mooi genoeg voor. En dat is gewoon onnodig veel werk. Maar een 2K zal hem wel extra strak en nice en clean maken. Nou, dat genoeg eigenlijk over de capture apparatuur en de quality. Heet ik jullie allemaal van harte welkom bij deze aflevering 11 midden in New York. Lower Manhattan staan we met Shay. Dus in New York die we steeds meer aan het overnemen zijn als Templar zijnde. En we gaan naar dit uitroeptekentje jongens. Deze aflevering 11 begint bij deze story mission eigenlijk onder de kerk die we in aflevering 10 overnamen. Sequentie 3, hou je vrienden dichtbij. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. De support show door een like te droppen. En laten we beginnen. Ah, Master Cormac. What you have learned from Le Chasseur was confirmed. The local lawbreakers are changing tactics. What's their plan now? Their boss has hired Benjamin Franklin to produce new weapons for them. He's very well guarded. Benjamin Franklin? The scientist? You have heard of him. Good. He is making equipment to spread gases among the populace. Toxic ones, as it turns out. The populace? I thought they would use it against the authorities. Though that would be terrible as well. The ruffians we have arrested refer to an intimidating woman. I believe she is behind these nefarious plans. I look into this. Thank you. Hope. I pray it's not you. We bereiken het huis van Franklin. We zijn in een verboden gebied, een verboden terrein. Hey, piggies. Twee piggies en een haantje. Of een kippie, kan ook. Ik hoor geluiden jongens alsof hier echt een assassin heel close is die hem in de gaten houdt. Waar zou die freaking assassin moeten zijn, joh? Is dat hem? Zou zomaar eens kunnen, hè? Nee, ik word daar niet heel erg veel wijzer van. Ik denk dat al deze enemies gewoon worden gezien als dat gefluister. Ze zijn ook oranje op mijn minimapje zoals je ziet, dus nee, ik ga er niet al te lang mee... Bam! Verder aanklooien. Even kijken, hoe fluiten we ook weer? Slaap lekker meneer. En zo hebben we ze bijna allemaal al uitgeschakeld. En kan ik die gozer helemaal wild maken. En is het al over en uit met de pret voor die gasten. Het is klaar. Zie je, hun vechten met elkaar. Zodat ze elkaar uitschakelen. Daarboven hebben we nog één deur. Clear shot as I can get.
I can hit him from here. Oh. Wat? Top, die is ook neer. Awesome, jongens. Dit gaat goed. Fleeing is... You're on our territory. Nice, pak zijn wapen op, pak zijn wapen op, pak zijn wapen op, als dat kan. Ja, nice. Jullie zagen dat er een C-missie in de achtergrond gehaald werd. Ah, double kill. En we kunnen dit wapen alsnog oppakken. Alleen we moeten toch naar binnen, dus dat maakt dan ook geen reet meer uit. Dat heeft allemaal geen zin. Laten we even interactie pakken. Shay, it is good to see you again. Your friend Hope said you were away. I was. Sir, I've come to collect the results of your experiments. Oh, well, it's a very good thing then. I just finished fixing the prototype. Here you go. I was preparing to leave for Philadelphia and then Europe. I was invited to lecture in London. Oh, would you be so kind as to inform Mistress Hope? Of course. God, Hope. What are you doing with these felons? Turning the city against itself. What have you become? Something the matter, Master Cormac? No. Yes, just old memories. When I am issued new recruits burdened with regrets, I tell them the surest way to lose them is with gunpowder. You're right, Colonel. This prototype seems very powerful. Use it with care, Master Cormac. Ja, dat zal ik wel gaan doen, man. Our intelligence says this thing can destroy certain fortifications, as well as injure several enemies at once. There is also a more subtle way to use it. Some of these grenades contain a strong sedative. Fire one into the crowd and they will fall asleep immediately. We should test this new weapon. Random glitch. Use okay. It against that door. Kijk, we krijgen dus nu info over de granaatwerpen. Dat is het hele prototype. Dat is natuurlijk fucking fantastisch. Ik wilde gewoon even Sam pakken. Maar dat werkte niet in zijn scène. Dus ik deed hem 3 keer open. Dan gaan we dus naar ons allernieuwste wapen toe. En welke is dat? Dat is deze, man. Dus dit is mijn granaatwerp. Moet je kijken wat voor gun dat is. Super cool gedaan. Good work. I think you are ready to turn this new weapon against the ruffians who would have used it. There is an abandoned factory nearby with dangerous poison. Right now, it only causes sleep. But I fear those outlaws are distilling it. A more powerful formula could sicken, perhaps even kill most of New York. Then that's my first target. Be careful, Master Cormac. We understand that the ingredients... All right. De gifvoorraden moet ik vernietigen. En volgens mij is mijn optionele missie, die heb ik ook nog. Dat kan je zien door dit minuutje erbij te pakken. Of gewoon start. Of is het gewoon start? Even kijken. Ja, optioneel. Dood 3 wachters met 1 granaat. Laat 3 wachters in slaap vallen. Laat 10 wachters in slaap vallen is het eigenlijk. Het is inmiddels ook gaan regenen, wat de graphics wel echt mooi uit laat zien in deze remaster, man. Helemaal watereffecten en andere lichteffecten. Ziet er echt goed uit. Ja, met hoeveel guards hebben we te maken? Want we moeten dus de gifvoorraden vernietigen in dit stukje industriële gebied. Een beetje een gebied wat eigenlijk wel lijkt op die oude fabrieken van Syndicate, man. Drie wachters met 1 granaat. Kijk, ik snap dat ik de gifvoorraden moet vernietigen, dat snap ik allemaal. Maar ik wil 3 wachters met 1 granaat.
Er is weer geld bijgeschreven door de welvaart. Jazeker. En nu moet ik de rest van die gasten in slaap laten vallen. Oké, dat telt dus ook mee. Jongens, ik beroof deze chappies en dat doe ik niet voor niets. Ik pak ammo weg. Nope, doe ik ook niet voor niets. Het mooie is ook, als guards eenmaal in slaap vallen, kan je dat natuurlijk zo nog een keer doen. Hier, het telt alsnog een nieuw iemand. Zo kan ik dit optionele doel eventjes perfect behalen. Fucking assassins, jongen. Die is uiteindelijk gewoon gestorven. I'll give you a hey! What are you doing here? Nog een laatste guard moet ik laten pitten, jongens. Een laatste guard moet ik laten pitten. Perfect, alle optionele doelen zijn behaald, jongens. Over here. Hey, die had ik niet zien aankomen.
Helemaal prachtig. Kijk, het mooie is, ik ben dus beschermd tegen het gif, wat ik wel verspreid, door dat kapje, dat mondkapje. Dat is perfect natuurlijk. Must get out, or I'm as good as dead. Clear the way. Out. This way. What the fuck was that? Okay, wat ga ik doen? Ik ga hierheen. Ik moet weg uit dat rode gebied zoals je ziet. Alles en iedereen in het gif valt al in slaap. What marvelous destruction, Captain. I saw the smoke all the way from the Morrigan. That should discourage those miscreants. New York is safe for now. With all due respect, Colonel, it's going to take more than a few explosions to get rid of this kind of trouble. The boy is right, Colonel Monroe. Shay, was it? Congratulations. You just burned a whole lot of rats out of New York. I'm Jack Weeks. This is William Johnson. I don't know about him, but I'm pleased to meet you. Nice to meet you as well. It is, terribly dusty here. I'm sure Shay can recount his adventures to us over a pint. Hey, the first round's on, the Colonel, huh? Something the matter, Master Cormac? Just a little confused. I must have breathed some of that gas. Some ale will do you good. Come, we are all friends here. You will be taken care of. Ja, jongen. Het is gewoon zo vreemd. Kijk, 100% gehaald. Het is gewoon zo vreemd om te zien dat Shay zich deze hele game lang bevindt onder de Tempeliers. Tussen de Tempeliers, onder de Tempeliers. Hij is één van hen. Dus deze characters die je letterlijk nu net de hand schudt, die hebben aan tafel gezeten bij George Washington, als het goed is. Wie we dus in het begin van de game hebben omgelegd toen we nog een assassin waren. Toen waren ze letterlijk in gesprek met één grote Tempelier. Dat was als het goed is George. Ik weet het niet zeker hoor jongens. Maar in ieder geval een Washington. Eén van de broers. Hij was een Tempelier. De grootste belangrijkste Tempeliers waren in vergadering met hem. Hij was terminaal ziek. En daar was Shay eigenlijk nog op jacht naar hun. En nou schudt hij ze de hand en is hij één van hen. En kijken zelfs die Tempeliers naar hem op. Als soort van voorbeeld. Hij is een soort van unieke Tempelier. Die echt strijdt voor hun doelen. Fucking vet om te ervaren en laten we snel verder gaan. Dear Master Cormac, my apologies for the brevity of this missive, but it is time we were honest with one another. You have demonstrated your loyalty and resourcefulness to the Templar cause,
And this despite, and perhaps because of, your assassin origins. The manuscript the assassin sought has been in my possession for some time. I reclaimed it when my men found you marooned. The Grandmaster himself charged me to discover its meaning, a task I regret I have failed to complete. I leave it in your charge, Master Cormac. There is no one else I trust more. Now I leave for Fort William Henry, an ill-prepared garrison surrounded by hostile natives and the French army. We have requested reinforcements, but I doubt they will be forthcoming. I have no illusions that our resistance will be successful. I commit my life to the British Army, and my soul to the Father of Understanding. Yours, Colonel George Monroe. Zo. Dat is een heftig bericht en eigenlijk ook een heel mooi bericht, want eigenlijk laat deze kolonel weten dat hij mij als geen ander toevertrouwt. Al die tijd dus al in het bezit was van het boek dat Shay kwijt was, weet je wel, toen we in die cliff vielen, toen we nog een assassin waren, we stalen het boek uit het laadje van Achilles, vielen, het boek raakte kwijt, Shay in paniek en die kolonel had het al die tijd al in zijn bezit toen ze mij vonden. Maar hij wist niet wat hij ermee moest doen. Hij wist dat het in bezit was van de Assassins. Maar moest hij het nou teruggeven aan de Assassins? Of juist toch aan de Tempeliers? En hij heeft er dus uiteindelijk voor gekozen om het aan degene terug te geven die hij het allermeest vertrouwt. En dan komt hij toch echt bij ons uit. Hij werd er sowieso zelf al niet wijzer van. En heeft het nu eigenlijk in mijn handen gelegd. Wij moeten maar ondervinden wat we hebben aan deze teksten die er in het boek omschreven staan. In ieder geval alle... wat is het? Zeefloten pik ik ook meteen mee. Ik kan er 2 op uitsturen. En holy shit, zoals je rechtsboven in beeld ziet, zijn we de 100k gepasseerd. Ik word hier echt stinkend rijk van. Dat is echt niet normaal. De zeefloten zijn zo'n OP mechanic. Om zo snel zoveel grondstoffen en geld te verdienen. Dat is echt bizar. En ik stuurde eigenlijk gewoon continu dit soort... want dit valt onder een brik. Dit soort bricks stuur ik er gewoon op uit. Nou, eigenlijk hele simpele missies. Ik repareer ze steeds voor heel weinig geld. En het schip voldoet niet aan de missievereisten. Ah, 1 van deze schepen wel. Hoe meer... Ik snap hem. Dus dan repareren we deze. Zeg maar dat muntjes-icoontje. Ik weet niet wat het in moet houden, maar dat muntjes-icoontje, dat... zorgde ervoor dat het andere schip, deze dus, die heeft er maar 25 van, dat die niet... geschikt was. Dus dan sturen we de Butcher erop uit. Maar dit zijn gewoon simpele missies die ik continu herhaal. Uiteindelijk zal ik ook nieuwe Safeload missies vrijspelen hoe verder wij met het verhaal in het spel komen. Jullie zien linksboven, vind ik, heb er 7 van de 33 voltooid. Ga verder met de herinneringen om nieuwe locaties vrij te spelen. Dus dat maakt allemaal sens, maar het is dus gewoon een mechanic die achter in de background van jouw spelletje eigenlijk continu doorloopt. En je wordt er gewoon stinkend rijk van. En je verdient er gewoon veel toffe spulletjes mee. Goederen. Maar ook boegbeelden voor je schip. Verschillende... Een roer voor je schip. Dat soort dingen. Dus dat is heel erg nice eigenlijk. In ieder geval, na dit briefje... van de kolonel moeten we snel naar hem toe. Want hij is in het arm in trouble. William Henry, facing impossible odds. Get off your lazy asses, lads. And man your stations. We raise anchor. Sorry for the early libation, Captain. But do you realize it has been a whole year since we met? A whole year! Changed my life, you did. And for the better. You will forgive me if I have been celebrating without you. A whole year. Guest, I've a question for you. How long have you known of my, well, former allegiance? Oh, you mean the assassins? I knew that ages ago, Shay. I'm drunk, but I'm not blind. Or did you think I would assume you had escaped from some homicidal circus? Why didn't you say it? Well, the Colonel wanted us to avoid this subject so it wouldn't, you know, influence your decision-making. You saved my life out of pure selfless instinct and helped countless others besides. If it were up to me, I would have made you an official Templar months ago. Who is it up to, then? Monroe mentioned a Grand Master. Oh, yes. The Grand Master of a colonial rite. You'd like him, Shay. His father was an assassin. Really?
You must have a story to tell. What is the news from Fort William? Pittig bijzonder wel. The garrison is surrounded and reinforcements are late. General Montcalm has been blazing a path across the colonies for King Louis, hasn't he? I rather wish he'd stayed home with his mistress. His or King Louis's? Either. Though I suspect the King's is finer. Indeed. Madame O'Murphy is supposed to be quite the charmer. And O'Murphy is in the French King's bed. Now I know you're pulling my leg. Oeh, koud. Al deze random animus fragmenten pik ik altijd mee. Dit zijn zeg maar de niet verkende locaties. Maar ze zijn wel altijd heel erg koud om te verkennen. Je pakt er goederen op, animus fragmenten, schatkisten, dat soort shizzle. Top, dit was het animus fragment. En dan is hier voor de rest nog, zoals ik al zei, wat goederen. Metaal. En wat zit hierin? Hout. Alright. Het is pittig koud op deze locatie, zoals jullie zien. Maar goed, het is in kaart gebracht. Ik heb nou helaas niet gezien hoeveel van de hoeveel animus fragmenten op onverkende gebieden ik nu heb opgepakt. Maar goed, dat zal ik tijdens de edit van deze video vast en zeker wel zien. Let out some sail! Maar we vervolgen ons avontuur en ik moet toch echt even de map erbij pakken om te kijken of ik er überhaupt wel varend heen kan. En zoals jullie zien is dat inderdaad niet het geval. Er staat wel degelijk een markering aan, maar ik kan hier varen wat ik wil. Ik ga nooit goed, want het bevindt zich hier in de riviervallei. Dus dan nogmaals, kan ik varen wat ik wil, maar ik schiet er gewoon geen reet mee op. Ik heb dit allemaal ook nog niet verkend, kan er niet naartoe fast travelen. Maar dit is wel de locatie waar we voor de storyline heen moeten. Dus het dichtstbijzijnde plekje is dit punt, jongens. En dat is, hoe heet het hier? Albany. Zo vaak al geweest, fort ook overgenomen daar. Albany it is, een fast travel daar naartoe en dan varen we naar de missielocatie. Zo, van harte welkom in Albany, maar het is niet iets waar ik lang ga blijven. Nee, totaal niet. Ik heb het jullie net gezegd. We zijn hier alleen naartoe gegaan om vanaf hier naar de story mission te kunnen gaan. Nou, volle kracht vooruit. Ik laat ook mijn manschappen zingen. Hey, cargo. Oh, dit zijn cargo locaties die je verkrijgt op het moment dat je in tavernes info vraagt aan de barman. Zien jullie die soort van kart aan als icoontje? Laat ik dit even verkennen, man, aan de outro van deze video. Twin Snake Path. Dus officieel helemaal geen locatie waar ik heen moet voor de story. Ik hoor wel meteen getwinkel en gekinkel van animus fragmenten. Een kist, dat hoor ik. Hoppa, eerste kistie, 1 van de 5. Zijn dit dus 5 kisten, 5 verzamelvoorwerpen, 1 uitkijkpunt, activiteiten en missievoorwerpen. Nou, nogmaals, ik heb dus een keer, buiten de opname, volgens mij was het gewoon om Albany 100% te halen. Ik zie dat er zelfs weer een vlot is voor nog meer uitgebreide shizzle. Maar goed, om volgens mij een locatie als Albany 100% te halen, heb ik ook een taverne moeten doen. En dan moet je eigenlijk gewoon de slechterikken in de bar moet je verslaan met vuistgevechten. En als je dat dan hebt gedaan, dan kan je vervolgens info vragen aan de barman voor, geloof ik, 100 pond of zo. En als je dat dan hebt gedaan, dan krijg je dus locaties op je kaart van bijvoorbeeld van dat soort... Ja, wat is het? Karren met goederen? Dat soort dingen? Ik weet het zelf ook niet. Ik heb het nog nooit eerder gezien. Dus we gaan het nu verkennen aan de outro van deze aflevering 11. Nee, kan hij dat niet vastpakken? Wat een lul.
Altijd prachtig om zo'n locatie in kaart te brengen. Het is zoals gewoonlijk weer een prachtig natuurgebiedje. Ziet er heerlijk uit. Er is een zeemissie op de achtergrond voltooid. Je ziet al die verschillende locaties verschijnen sinds ik dit heb gedaan. En daar is een vikingzwaard. Ook niet geheel oninteressant. En dan hebben we hier dus, daar gaat even een handmatige markering op, het voorraadkamp. Zo wordt het dus genoemd. Het voorraadkamp, wat ik dus heb verkregen op mijn kaart dankzij een taverne. Nou, helemaal interessant. Handmatige markering daarop. Pikken we het vikingzwaard nog mee en dan ga ik mijn aflevering eindigen. En zullen we hier in de eerstvolgende episode van Rogue... Kan ik erop? Kom op nou, Shay. Af en toe loop je echt te etteren, man, met die oude freerun gameplay. Kijk, dit gaat allemaal... net niet goed. Maar dan ga ik dus nu even die kaart doen. Vikingzwaard helemaal in de background. En dan de volgende aflevering zal ik eigenlijk deze locatie vervolgen. En gaan we meteen naar de story mission toe. Die knallen we er dan zeg maar achteraan. Ja, ik sta hier echt zo van, wat? Oh, wat kut. Ik kan niet in die boom klimmen. Pittig voorraadkampje wel. Uiteindelijk verzuipt hij, of niet? Ah joh, het maakt ook allemaal geen reet meer uit. Bam, allebei neer. Hey doggo. Ik kan geen interactie met jou hebben. Die gast is daar nog steeds bezig met mij zoeken. Maar die is volgens mij inmiddels verdronken. Want NPC's kunnen niet lang in het water chillen. Dan verzuipen ze uiteindelijk. En volgens mij heb ik dat wel voor elkaar gekregen. Dan hebben we hier dus de voorraadkist waar het allemaal om gaat. Zo lang schreeuwen. Super onnodig ook. Veel te lang krijsen. Ligt al lang op de grond die man. We hebben het gedaan hoor. Kijk eens even. Pittig wat pond. En dan nog de rest van alle materials. Ja, super cool toch? Locatietje voltooid gewoon. Pittig prima. Op naar het vikingzwaard. Daar ga ik ook gewoon nu een markering op zetten. En daar eindig ik dan deze aflevering 11. En dan gaan we in episode 12 lekker verder met dit gebied. En de storyline vanaf hier. Dus, jullie zien het. Het is een best grote locatie. Als je kijkt, het zou toch wat zijn als je hier via het land ook naartoe kan. Want hier heb ik ook gewoon weer een kar. Zie je dat? Ook weer zo'n voorraadkamp. Die heeft nog meer betere grondstoffen. Kijk, het zou toch wat zijn. Ik heb hier namelijk een Morgan neergepleurd. Hier zijn alle verzamelvoorwerpen van deze locatie waar ik heb aangemeerd. Hier is zelfs nog een renovatie beschikbaar. Kan je nagaan, jongens. En renovaties zijn dus alleen beschikbaar in gebieden waar je het fort hebt overgenomen. En dat is dus ook hier het geval. Ik heb dit fort overgenomen. Dus daarom zijn op dit soort locaties dan renovaties beschikbaar. Waardoor je welvaart weer omhoog gaat. Maar ja, tempelierskruizen en vikingzwaarden zijn best interessant. Maar het lijkt er gewoon op dat je hier in één keer door kan naar dit stukje, joh. Zou sick zijn. Dat is dan zeker iets om te doen in de volgende aflevering. Laten we maar snel
naar het vikingzwaard gaan. Als ik weet hoe en waarom word ik in godsnaam in de gaten gehouden door assassins. Zo, dat is echt een raar idee. Nou, goed, het zal. Ik vind het ook een best wel creepy sound effect, man. Een soort hijgend wijfie. Ja, kijk. Soms zoek ik hijgende wijfies op voor mijn plezier. Maar soms betekent dat hijgen. Wow, wow, wow. Wat ik wilde zeggen is dat soms ik hijgende wijfies opzoek voor mijn plezier. Maar soms betekent het ook gewoon geestenchickies. En dan is het niet voor mijn plezier. Sterf joh, je kan niet eeuwig blijven rennen, gek. We need more cannons. We have to rip them out of cover. Val me aan, alsjeblieft. We need more cannons. We have to rip them out of cover. Sorry, la classe. Qu'est-ce que le nouveau monde m'a apporté? Many died today. Our might, fortunately, is unchallenged. Most were on the other side. Dit frontiergevecht ook nog erachteraan geknald en behaald, blijkbaar. 500 pond voor gekregen. Whole continent most is ours to take. Three cheers for the captain. Our might is unchallenged. Most were on the other side. This whole continent is ours to take. Three cheers for the captain. Many brothers today. Our might. Unchallenged by getting roaring. Alright, het zal wel. Ik heb ze in ieder geval gered. En ze zijn er heel erg blij mee, zoals jullie zien. En ja, dit vind ik alles wel vet. Ja, joh, graaf jij lekker op een rots. Mag van mij hoor. Vikingzwaardje. En vanaf dit punt ga ik heel cheap toch echt wel eventjes een fast travel doen naar dit Tempelierskruis. Hier is nog wat goederen zijn er. Kijk, hier heb je dan toevallig een Tempelierskruis. Hier aan de overkant, hè? Kan je gewoon rivier oversteken met dat vlotje wat daar lag. En dan kan je blijkbaar dus ook nog wat dingetjes vinden. Maar volgens mij ben ik daar een keer naar dat eilandje toegegaan. Heb ik er al een Animus fragment weggepikt. Maar goed, aangekomen op locatie, kan ik meteen het kruis wegpikken en eindig ik de aflevering met een renovatie en is er weer zat te doen in de eerstvolgende aflevering. Hey, je hebt een tempelierskaart die van deze locatie lijkt te zijn. Laat ik het er meteen achteraan doen dan. Het enige wat we dan namelijk moeten doen is kijken om welke locatie het gaat. We zijn op welke coördinaten? Zoom je uit, dan ben ik op de coördinaten 714 657. 714 657. De enige die überhaupt in de 700 zit is dit scheepswrak. Is er een scheepswrak in de buurt?
Er is daar een stuk scheepswrak. Het enige wat ik kan bedenken is, hier is een stuk scheepswrak. Hier is het niet. En hier is een stukje. Nou goed jongens, het is hier wel echt prachtig. Dus we hebben een prachtige outro van deze aflevering. Ik ga hem nogmaals, wat ik al zei, afsluiten met een renovatie. En dat is dus de renovatie van deze molen. Super mooi. Doen we op Twin Snake Path. En de Tempelierskaarten, ja, nog net even wat te lastig. Dat gaat me niet lukken zo uit mijn hoofd. Ja, laat het maar renoveren. Dat levert weer extra geld op. Extra welvaart en extra geld op de bank. Zie je, het is verhoogd naar 2783. Pittig nice guys. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. Ik hoop dat jullie hebben genoten en er natuurlijk de volgende aflevering weer bij zijn. Dan zie ik jullie zo snel mogelijk terug in de aflevering waarin deze serie vervolgt. Nogmaals, thanks voor het kijken. Tot de volgende. Peace. Trace back my steps again.